koud. Ik ben er niet. Bij die roze hals is het weer. Het zal wel een meritje zijn. Kees, schiet op. Hop, hop. Ja, het fotomoment. Kijk, 10:00, precies. Uit het vogelschema. De ridder is opgehouden. U bent allemaal van harte welkom. Vrienden, dorpsgenoten en buitenlui. Gisteren hadden we de korte baan. Gezellig in de Voorstraat. En vandaag, al 735 jaar, gaan wij de paardenmarkt openen. Tegenwoordig spreken we over de paardendagen. We zijn ook bijzonder blij dat we de burgemeester in ons midden hebben. Nieuwe burgemeester. De burgemeester is gewend met paarden, heeft zelf ook paarden gehad. En komt ook uit de stad of dorp waar ze paardenmarkten hebben. Ik heb in ieder geval wel aan onze burgemeester gezegd van het gaat er hier anders aan toe dan 734 jaar dan in de meeste andere gemeenten. En ik wil graag het woord aan onze nieuwe burgemeester geven. Hartelijk welkom hier, mijn eerste paardendagen. Ik ben gewoon fris ingevlogen, dus ik ken nog niet alle tradities van de ruim 700 jaar hiervoor. En alles wat er vroeger gebeurde bij de opening van de paardenmarkt.
Maar ik heb mij heel goed laten voorlichten, al kreeg ik er net alweer een verrassing over andere activiteiten die ik zou moeten gaan ondernemen, zoals het koekslaan. Dat stond niet in de functieomschrijving. Dat zijn de verrassingen waar je als burgemeester spontaan op dient te reageren, maar dat komt ongetwijfeld goed. Het is droog geworden, daarvoor heel hartelijk dank aan de weergoden. We hadden daar natuurlijk wel de bestelling voor gedaan, maar je weet maar nooit of die doorkomt tegenwoordig. Ik ga ervan uit dat het vandaag een fantastische dag wordt, met heel veel bezoekers die ons mooie Voorschoten weten te vinden. En of ze nou allemaal uit Voorschoten komen of daarbuiten, ze zijn hier in het dorp van harte welkom. Ik wens u een hele mooie dag. Gisteren was het mooi met de korte baan. Ik heb dat ook voor de eerste keer meegemaakt. En het was spectaculair om te zien met welke snelheid daar over de Van Beethovenlaan gedraafd werd door die fantastische paarden. Nu is het een ander soort paard wat er staat. En de hele kleine ponnetjes, ik zag ze bij de ingang. Alle soorten en maten, voor iedereen wat wils. Vandaag een andere dag en morgen nog een dag die ook in het teken zal staan van ontmoeten en plezier. Ik ga aan het werk, samen met de voorzitter. Veel plezier en tot later in het dorp. Burgemeester, dank u wel voor deze prachtige woorden. Er zijn 171 paarden, dat is weer een record. Daar zijn we bijzonder verheugd op. En we komen dadelijk terug voor het koekslaan. Je kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn, dus we hebben de veldwachter uitgenodigd om ons te begeleiden naar het planten van het kruis. Ik nodig graag op de voorzitter uit van de korte baan, meneer Leo. Vooruit mensen, achteruit! Vooruit mensen, achteruit! Dit is dus de winnende vogel. En ik kan er niets aan doen dat de keuze op deze foto is gevallen, maar de paarden komen mij bekend voor. Maar dankjewel. Dus ik nodig de fotograaf onder mezelf uit om vandaag nog eens een mooie foto te maken. Want dan valt de volgende jaar misschien in de prijs. Dankjewel. Namens ons allen. Knieken voor het drankje. En het koekslaan, dat gebeurt later op de ochtend. Dus u hoort dat toch. U ziet dat. Thank you.
Ik ben zo wakker. Mama. Oh, denk eens even. Hey. Allemaal ter ondersteuning van het comité Paardenmarkt. Net als Jack en Boelboert. Voorzitter, even een correctie. Voor de kinderen tijdens zijn, maar voor de volwassenen in ieder geval. Nou, je ziet maar hoe je die centjes binnenkrijgt als er maar wat geld binnenkomt voor het comité. Ja, u was voor jou ook tevreden, dus heel goed. Ik doe mijn best. Heel goed. We gaan beginnen. Start erop. Goed. Mag het jasje mag uit? Ja, dames en heren, de burgemeester gaat beginnen. Nou, de burgemeester. Ja, wacht, goed. Ik wacht, hè? Oh, de voorzitter ook nog. Kijk uit, de voorzitter. Dan maar eens. Voorzitter, dat heb je zelf gedaan, hè? Ik tel af, hè? 1, 2, 2,5, 3. Nou jongens en meisjes, dames en heren, sluit hem aan. De deurname is geopend. Ja, kindje. Ga maar daar staan. Ja. Helder, we gaan zo staan, hè? Ja. Ja, jongens. Goed leg, goed zo. Ja, jongens, kom maar op. Ja, ga maar. Ja, ja. Oh, ja, dat is jongetje. Oh, ja, 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 okay, ja, goed. Ja, zet je maar mee. Ja, wat zijn onze publieke kandidaten? Sjabel. Zo, prachtig hoor. Zo, die krijg je ook nog mee. Zo. Kijk. Kunnen we beginnen? Ja. De veldwachter gaat een koek slaan met in het sjabel. Dat is nu sinds 2017. Van de vorige was het met de kribbel, maar nu is het met de sjabel. Nou, geldt u van de veldwachter.
Ja. Oh ja, daar zit jij maar ook. Ja, ja. Hey. Ja, ja, 1, 2, 3. Oh! Oh.